Yo gasten, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Dani Visser en vandaag. Zoals je kunt zien zijn de intro's terug van de kijkers natuurlijk. Dus wil je nou een intro doen, ga hem zeker even insturen. Link zal in de beschrijving staan. Zo origineel mogelijk, zo leuk mogelijk, prima kwaliteit. Het liefste, dan heb je het meeste kans om in de video te komen. In ieder geval, hartstikke bedankt. Dikke shout-out naar deze Belg voor het doen van mijn intro. In ieder geval jongens, ik zat eraan te denken. Ik heb aardig wat muntjes op de bank staan. Meer dan de meeste mensen tot hun beschikking hebben. Ik heb namelijk 17,7 miljoen coins. En jullie weten dat ik natuurlijk elke week squadbuilders doe. De afgelopen week FC Barcelona Pass Suppressant 29-1 meegehaald. Dus best decent. Daarvoor Fut Birthday Team 30-0 meegehaald. Ik ben even vergeten. Oh ja, Frans team 30-0 meegehaald. En natuurlijk het Nederlandse team hadden we 27-3 meegehaald. In ieder geval, ik heb jullie hulp nodig. We gaan zo meteen kijken. Ik ga even wat dingen. Ik ga even wat keuzes aan jullie laten zien. In ieder geval, doe even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan, mis je helemaal niks. En dan gaan we door naar de video. Oké, jongens, daar zijn we dan. Het Barcelona logo staat nog steeds aan. Maar ik heb verschillende keuzes. We kunnen namelijk gaan voor een volledig Brazilië team. Of Braziliaans team natuurlijk. Ik heb namelijk Flashback Luiz al. Wat naar mijn mening een van de beste centerbacks in dit game. In deze game is. Het is echt ongelooflijk hoe goed deze man is. Kan je natuurlijk Team of the Year Alisson op doel doen. Ik zal hem even kijken waar die is. Namelijk hier. Moet ik even conceptspelers aandoen. Noem maar op, je kan Miranda centerback, je kan Alexandro op rechtsback, Carlos Alberto op rechtsback. Op CVM's kan je Marcelo doen, nog noem maar op. Best wel een heel goed team kan je hier bouwen met Pelé. Ronaldo Lima heb ik nu verkocht, dus die ga ik niet meer terugkopen. Kaká heb je natuurlijk, je hebt Garincha, Prime Icon Moment, noem maar op. Best een leuk team lijkt me dat. Maar, ja, je hebt een paar zwakke puntjes dan erin. Waar ik ook aan zat te denken, wat me leuk leek. En dit geef ik de grootste kans dat dit hem gaat worden. Is een past and present Man United squad. Ik ga hem wel even maken. Op doel wil ik dan voor Nederlandse trots Van der Sar gaan. Lijkt me wel een goed kaartje. Dan ga ik, ik wil eigenlijk voor een lagere versie gaan. Namelijk de 87, want die is best goedkoop. En keepers boeien nou net niet zoveel op dit spel. Centerbacks. Dat is, ja, de verdediging van United is niet normaal goed. Ik had verwacht dat het helemaal niet zo goed was. Maar je hebt deze Ferdinand, die is niet normaal. En dan heb je daarnaast, want die heeft ook bij United gespeeld. Wat ik zelf niet, eigenlijk niet wist, is deze man. En die is ook insane goed. Maar, wat ik dan nog meer heb, is op de rechtsback positie heb je een kaartje. Die namelijk ook bij United heeft gespeeld. Die niet normaal is, die je bijna niet in een team kan gooien, zeg maar. Maar hij bestaat toch echt, namelijk Antonio Valencia. 91 rated, kijk die stats. 91 pace, 91 dribbelen, 88 defending en 89 physical. En ook nog 86 passing. Maar kijk die stats, dat is niet normaal. Dat is letterlijk een van, misschien wel de beste rechtsback in de game. Hij is maar 100k, waarom? Kijk waar die vandaan komt, ik weet niet eens welke competitie dit is. Het is die Libertadores kaart. Simpelweg, hij valt niet te linken. Maar met een paar icons natuurlijk valt iedereen te linken. Dus, welke icon heb je nog meer? Ferron, die heeft ook bij United gespeeld. Deze kaart is ook maar 600k. Best wel hele goede stats op zich voor een CVM. En dan begin je gewoon met 4 icons en een Valencia kaart. En is toen heel toevallig is er een nieuwe SBC gekomen. Die me ook heel erg leuk lijkt om te gebruiken. Zijn naam is Fabio. Hij is 87 rated. Ik weet eigenlijk niet zijn normale naam. Maar die moeten we dan even vinden. Ik denk dat het deze is. Ja, dat is hem. Kijk die stats ook. 92 pace, 88 dribbelen, 85 defending, 89 physical. Hij heeft 99 jumping en 99 aggression. En aan de bal lijkt hij me ook gewoon heel goed. Hij heeft 4-star weak foot. Dat is ook heel goed op zich voor een linksback. Kijk dan waar je al mee begint. De defensieve lijn. Ik zal zo bij jullie terugkomen. Ik ga even de andere plaatsen invullen voor een United squad. Dan wil ik even jullie mening weten. Laat dan eens zeker weten in de comments wat jullie van het United team vinden. Lijkt mij heel ziek. Dus we gaan het nu even snel in elkaar bouwen. Ik ben zo terug. Oké, jongens, ik ben terug bij jullie met het United team. Kijk wat voor spelers hierin staan. Het is echt niet normaal. De laagste speler is 87. Dat zie je niet in elk team. Maar kijk ook wie erin staan. Je hebt dus die verdediging die ik net allemaal heb opgenoemd.
Omdat jij Veron gebruikt, kan jij hem linken met Di Maria. Ja, dat is hartstikke ziek, want Di Maria heeft gewoon 5-star weak foot, 5-star skill moves. Kijk die stats. Heeft natuurlijk ook gewoon bij United gespeeld. Heeft zelfs een Team of the Year kaartje gehaald toen hij bij United speelde. Toen was hij niet normaal goed. En dat vind ik dus heel ziek. Hij heeft een 91 gerated kaartje. Een fit birthday. Net als deze man. Trashford. Nee, grapje. Marcus Rashford. 5-star, 5-star ook. 95 pace, 89 dribbelen, 88 shooting en 83 physical. Hij heeft 93 stamina. Is perfect. Lijkt me een heel goed kaartje ook. Ik heb wel respect voor Rashford. Is totaal niet arrogant in het echt. Is gewoon een goede speler. En hij werkt hard. Dus ik heb wel respect voor hem. Dan heb je Pogba. Heb ik laatst al gebruikt. Maar die is wel gelukkig een heel stuk gedaald. Volgens mij is die rond de 1,7, 1,6 miljoen. Vorige keer had ik 2,8 miljoen voor hem betaald. Dus die is gedaald. Maar die heeft ook gewoon 5-star, 5-star. Dus ook heel ziek. Die link je dan dus met Veron. Of die zet je naast Veron neer. Het enige probleem met dit team is dat er twee mensen op 8 chemistry staan. Namelijk Fabio en Cristiano Ronaldo. Eerst wil ik Best even laten zien. 94 gereden, George Best. Prime Icon Moments. Kijk die stats. 96 pace, 98 dribbelen. 95 schieten. Skill moves, 4-star. Zwakbeen, 4-star. 90 stamina. Niet normaal voor een George Best kaart. Op de flank of op 10. Lijkt me dit een heel ziek kaartje. Ik denk dat ik hem dan op 10 zou spelen. En Di Maria en Rashford flank. En naar mijn mening de beste speler in het spel. Cristiano Ronaldo. Team of the year. Ik vind het dus echt een niet normaal goed team. Misschien wel het beste wat we tot nu toe hebben gebruikt. En leuk aan dit team vind ik dus dat je gewoon een 91 Valencia kan gebruiken. Hoe duur is hij? 100k. Je hebt rechtsbacks een Semedo die ik afgelopen weekend heb gebruikt. 400k waard en is gewoon een stuk slechter dan deze kaart. Deze kaart is gewoon zo goedkoop omdat hij niet te linken valt. Maar je hebt dus een paar icons nodig. En dat is precies wat Man United heeft. Ik had al een keertje eerder gedacht aan United. Maar ik dacht, volgens mij kan je daar niet een heel goed team mee bouwen. Eerst dacht ik aan Ashley Young flashback of momentenkaartje op linksback. Maar toevallig is deze kaart dus gekomen. En dit kaartje is niet normaal. Hij is maar 150k. En het is gewoon heel ziek om hem te gebruiken. Dus daar heb ik ook zin in. Jongens, laat me weten wat jullie van de United team vinden. We gaan nu even door naar een Real Madrid team. Wil ik ook nog laten zien. Is iets minder, omdat je niet de beste kaartjes kan gebruiken. Omdat je veel icons hebt. Dus het duurder, snap je. Dus ik ga dat nu laten zien. Ik ben zo bij jullie terug. We beginnen met het United team. Laat nu even een Real Madrid team zien. Oké, jongens. Zijn we bij het volgende concept team op doel. Ja, je kan voor Iker Casillas gaan. Lijkt me wel vet. Vooral als hij een beter kaartje krijgt. Ik denk dat hij dit jaar ergens nog wel een goed kaartje krijgt. Maar ja, je gaat dan toch voor Courtois. Ook voor chemistry reasons. Natuurlijk. Is ook gewoon is een hele goede keeper. 88 rated. En centerbacks. Kan je natuurlijk Cannavaro gebruiken. Is ook niet heel duur. Omdat gewoon niemand echt door heeft hoe goed hij daadwerkelijk is. Maar hij heeft dus 85 pace, 98 defending en 90 physical. Hij is dus maar 1,76, maar ik heb afgelopen weekend dus kleine centerbacks gebruikt. En die zijn wel heel goed, moet ik zeggen. Koeman was echt verrassend goed voor mij. Dus dat vond ik leuk om te zien. Ja, op rechtsback, jullie raden het al. Maar er is dus een SBC die echt enorm goed is. En dat is... Flashback Ramos. Ja, dit kaartje. Kijk, die stats. Het slaat nergens op. Als centerback lijkt hij me gewoon nog beter... maar je kan hem ook als rechtsback gebruiken. En voor chemistry redenen wil ik hem ook op rechtsback gebruiken. Als ik een Real Madrid team doe, kan je op die andere centerback positie niemand minder dan headliner Varane doen. Rafael Varane natuurlijk. 89 rated en die stats. Hij heeft ook 87 pace, 89 defending, 85 physical. Is 1,91. Niet normale stats. echt niet normaal. Hele goede kaart. En volgens mij is hij ook nog best oké aan de bal. Zijn normale kaart van Varane vind ik echt dramatisch. Maar deze lijkt me heel goed. Op linksback, ja, een icon. Jullie zullen het kennen, de vrije trappenkoning ook wel genoemd. Niemand minder dan Roberto Carlos. 93 rated via die stats ook. 94 pace, 88 defending, 88 physical, 89 shooting. 83 dribbel en 88 passing. Dit kaartje kan overal spelen. Je kan hem in de spits gooien, hij is perfect. Je kan hem zelfs op het doel gooien. En volgens mij is hij dan nog steeds perfect. Bewijs van spreken. Lijkt me heel goed. Deze verdediging is ook niet normaal. Misschien nog wel beter dan dat van United. Maar dit van United lijkt me gewoon leuk om te gebruiken.
Ja, hier heb je natuurlijk ook, Marcelo is ook wel een beetje een legend, vind ik, voor Real Madrid. Ik vind het gewoon, hij verdient dat wel. Hij is echt een hele goede linksback geweest. En hij heeft dit kaartje, die op CDM kan spelen. Best een duur kaartje. Wel hele goede stats, ook Gullit Gang. Alles boven de 80. Wat natuurlijk heel goed is voor zo'n kaartje. Andere CDM wordt lastig om te bepalen. Maar je hebt natuurlijk Zizou. En dan kan je gewoon de 91 kiezen, want anders wordt het denk ik een beetje te duur. Ik kijk nu niet naar de prijs, want anders ja, wordt het misschien wel te duur. Waarschijnlijk wel, maar dan moet je me even laten weten of jullie liever een Real Madrid team zien of een United team. In ieder geval heb jij bij Real Madrid, en dat is wel wat ik echt heel leuk vind om te gebruiken, deze man. Ik heb hem, want ik ben natuurlijk fan van hem. 1,80, best wel hele goede stats voor een team. Plus hij heeft 5 star weak foot en 83 stamina. Normaal heeft Özil dus geen stamina en 2 star weak foot, wat hem gewoon unusable maakt. Maar deze kaart is wel usable. Heel goed kaartje als super sub ook. Gewoon heerlijk kaartje om mee te spelen. En gewoon als je fan van iemand bent, is het natuurlijk nog leuker om met elkaar zo'n kaartje te spelen. Je hebt Luis Figo. En wat dat leuk maakt aan Luis Figo, hij is niet heel duur. Hij heeft goede stats. Zou ik even hier neerzetten. Maar die link dus met Cristiano Team of the Year. Maar jullie zien het probleem al. Cristiano is 8 miljoen. Zidane is denk ik 2 miljoen. Marcelo is 1,5 miljoen. Roberto Carlos 1,5 miljoen. Varane is 900k. Cannavaro is 1,5 miljoen volgens mij. Ramos is 600k. En Luis Figo is ook 1,5 miljoen. Dus het gaat dan een beetje lastig worden met hoe ik alles moet indelen. Natuurlijk qua, nou ja, hoe ze allemaal spelen. Plus je hebt nog een linkercam nodig. En ik denk dan dat ik ga... Ik wilde eigenlijk voor Butragueño gaan als ik een Real Madrid team zou bouwen. Maar die is te duur, die is 3 miljoen coins. Dus dan zou ik voor deze man gaan, voor de linkercam. Lijkt me ook wel een goed kaartje. 91 pace, 92 dribbelen, 94 shooting. Ook een goed team. Ook een beetje, niet chemistry zeg maar. De chemistry problemen heb je hier ook. Maar laat me ook weten wat jullie van dit team vinden. Of, hebben jullie nog een heel ander idee? Lijkt me ook leuk. Laat het vooral weten. Hoeft dus geen past en present team te zijn. Kan 2 teams gemixt zijn. Kan een El Clasico team zijn bijvoorbeeld. Ik heb nu al Barca gehad, dus dat ga ik zeker niet doen. Iedereen zegt vaak AC Milan, dat gaat hem niet worden. Is nou eenmaal te duur? Die coins heb ik jammer genoeg niet. Ik heb veel geld, maar niet zoveel. Maar noem wat teams op. Of noem bijvoorbeeld een full icon team. Een team met zoveel mogelijk team of the years. Een rainbow team. Een 4-layer team, dus dat je je keeper hebt. Je hebt 4 van dezelfde kleuren centerbacks. 3 van dezelfde kleur middenvelders en 3 dezelfde kleur aanval. Noem maar op, genoeg ideeën. Jongens, laat het me weten in de comments. En dan wil ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Nogmaals, wil je mijn intro doen? Kijk even in de comments, in de beschrijving bedoel ik. Daar staat een linkie. Jongens, kunnen we voor de 3000 likes gaan? Zou ik heel erg waarderen. Bij de 75k dus een make-up special met mijn vriendin. Dus wil je die nou niet missen? Abonneer dat zeker weten even. Laat even dat likeje achter, abonneer even. Zet je notificaties aan. Bijna 30% van jullie, van de geabonneerden, hebben notificaties aangezet. Dus dat vind ik heel ziek om te zien. Bedankt daarvoor. En dan wil ik jullie stuk voor stuk bedanken voor het kijken naar deze video. Hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.